Welkom bij deze speciale editie van het COVID-19 journaal. We bevinden ons op het terrein van het AZP waar morgen de eerste vaccinaties toegediend zullen worden. Vandaag is een generale gedaan voor de voorbereidingen voor morgen. We hebben het volgende verslag voor u. Vandaag treffen we de voorbereidingen voor morgen, voor de kick-off. Als de mensen zich morgen aanmelden, morgen hebben we dus een groep van 20 die op de prioriteringslijst voorkomt. Het gaat om groep 1 van de prioriteringslijst, de frontliners, de gezondheidswerkers, waarvan we een groepje van 20 hebben uitgekozen om morgen het vaccin toe te dienen. De mensen komen binnen en dan melden ze zich aan bij de gatekeeper, waarbij ze hun handen worden ontsmet, handhygiëne en hun temperatuur wordt opgemeten. Daarna gaan ze naar het eerste station bij de zuster, waar het intakegesprek plaatsvindt, waarbij er wordt gevraagd als ze koorts hebben, andere klachten die eventueel de reden kunnen zijn dat ze het vaccin vandaag niet zouden mogen nemen. Als ze goedgekeurd zijn door de zuster bij het eerste station, dan gaan ze naar het tweede station. Daar worden de vitale functies opgenomen. Dat zijn de bloeddruk, de polsmeting, de saturatiemeting, die worden dan bij het tweede station opgenomen. Bij het derde station, dat is het station waar de zuster staat die je dan gaat vaccineren. Als je het vaccin hebt gekregen, dan ga je naar de observatieruimte. Daar observeren we je voor 15 minuten om te kijken als je eventueel een bijwerking van het vaccin zou kunnen krijgen. Die zouden kunnen zijn roodheid op de plek, zwelling. Maar we observeren je 15 minuten en als we zien van alles gaat goed, dan ga je door een ander deurtje eruit en dan mag je huiswaarts keren. Dan is gewoon alles goed verlopen met betrekking tot het nemen van het vaccin. Dus dit is het eerste station. We hebben twee tafels aan weerszijden. Hier is voor het intakegesprek. Daarna hebben we het volgende station. Dat is de vitale functies, bloeddrukmeting, polssaturatie. En dan gaan we naar het derde station. We hebben ook twee gelijke stations, maar dit is het derde station. En hier gaat de zuster dan het vaccin toedienen. Als het vaccin toegediend is, dan gaat de patiënt naar de observatieruimte. Oké, dan gaan we door naar de observatieruimte. Hier worden de patiënten voor 15 minuten geobserveerd. Als de patiënten eerder last hebben gehad van een hele erge reactie, observeren we ze 30 minuten.
Als alles goed gaat, hier is de dokter aanwezig, de observator, die de patiënten elke keer vraagt hoe gaat het, is alles oké? En als alles oké is na 15 minuten, dan mag de patiënt naar huis. Mocht er een ernstige reactie optreden, hebben we ook een ruimte waar we dan medicatie toedienen. Dat wordt gedaan door een arts die gespecialiseerd is in de acute geneeskunde. De patiënt gaat dan op het bed liggen en de nodige medicatie wordt toegediend aan de patiënt. Eventueel wordt de patiënt dan heel snel vervoerd naar de EHBO, de SEH. Het programma is dus dat we bij het begin één hoogwaardigheidsbekleder, alleen de minister, hij krijgt als eerste het vaccin simultaan met een specialist en een IC-verpleegkundige, een verpleegkundige van de intensive care. Deze drie mensen komen morgen in aanmerking voor hun eerste prikje. Zij nemen het eerste prikje. De minister, de specialist en een intensive care verpleegkundige. Je heeft net de demonstratie gezien van hoe het vaccineren morgen toe zal gaan bij de kick-off waarbij de eerste gezondheidswerkers gevaccineerd zullen worden. Ik wil namens het Nationaal Coördinatie Vaccinatieteam aan ieder die morgen gevaccineerd gaat worden succes wensen. Dank u wel. Prachtig. Het geeft, zoals ik eerder zei, heel veel hoop. Want uiteindelijk, als de bevolking immuniteit tegen COVID ontwikkelt, dan gaan we veel voordelen van ondervinden. Ten eerste, we gaan minder sterfte krijgen ten gevolge van COVID. We gaan minder opnames hebben. En uiteindelijk gaan we dan vrijer zijn binnen de samenleving en onze economie die zal er sowieso wat voordelen krijgen. Morgen zal ik me niet laten vaccineren, dus morgen is bestemd voor de healthcare workers en uiteraard zoals de minister beloofd heeft, de minister. En dus dat is voor morgen en dan hebben we de eerste vaccinatiedag morgen. Ik zou zeggen, dank voor de voor het vertrouwen in de regering, dat de regering ervoor zorgt dat er veilig vaccin komt naar Suriname en gebruikt wordt in het land en dat u zich als eerste beschikbaar stelt zodat u ervoor zorgt dat ons gezondheidszorg niet in elkaar klapt. Want dan wordt u niet besmet, u gaat niet uitvallen en de zorg blijft in stand gehouden worden. Beste Surinamers, morgen dinsdag 23 februari gaat Suriname van start met de vaccinatiecampagne voor COVID-19. De kick-off staat gepland voor morgen en hiermee is het dus de start van het beschermingstraject tegen COVID-19 officieel ingezet. U hebt sedert vorig jaar maart 13 maart om goed te zijn. Alles gedaan wat u kunt doen. U hebt zichzelf getracht te beschermen door uw mondkap op te zetten, door uw handen te wassen, door afstand te houden, door eigenlijk de maatregelen die de overheid aan u heeft geadviseerd op te volgen. Meer kunt u nu doen. En we zijn u ook daarvoor dank, want vandaag de dag zitten we in een gunstige positie qua COVID-19. We komen net uit de tweede golf. En ik denk dat u na twee golven al goed door hebt welke impact
een golf heeft gehad op uw eigen leven. En u beseft ook welke inspanningen u, uw familie, uw kinderen, uw naasten, maar ook de regering heeft moeten plegen om op dit punt te komen. En ik denk, als u met me eens bent, dat we allen in deze positie willen blijven. Ik denk dat we zelfs naar beter moeten gaan. Ik vind dat wij nu moeten begrijpen, na twee golven, hoe belangrijk het is om ons te houden aan de preventieve maatregelen. Maar er komt nog meer bescherming. En die bescherming, dat traject, het gaat een traject zijn, zal vanaf morgen worden ingezet. Met name bij de kick-off. We gaan beginnen en we hebben onze Surinaamse samenleving, zoals het internationaal gangbaar is, ingedeeld in een aantal categorieën. En de categorieën die zullen afgewerkt worden. Alvorens, dus per categorie gaan we afwerken, alvorens we naar de volgende gaan. We beginnen morgen met de frontliners. En de frontliners, dat zijn gezondheidswerkers die aan het bed van de COVID-patiënten staan. Dat zijn de gezondheidswerkers die rechtstreeks betrokken zijn in de COVID-zorg. En daarom gaan we hun als eerst beschermen. Want zij lopen het grootste risico op dit moment om in hun beroep, tijdens de uitoefening van hun beroep, besmet te raken. Dus, de frontliners komen als eerst aan bod. Daarna zal middels een grote, grootscheepse voorlichtingscampagne getracht worden elke Surinamer te bereiken, aan te geven wanneer welke groep gevaccineerd gaat worden, hoe dat zal plaatsvinden, waar dat zal plaatsvinden, wat zijn de voorwaarden, welke voorbereidingen moet u treffen, waarmee moet u rekening houden, al deze zaken komen. Ik weet, er is veel ongeduld. De mensen wachten. Ik heb het gemerkt in de afgelopen week, in programma's, in gesprekken met mensen, met de Surinamer, dat mensen informatie nodig hebben. En we zijn ons daarvan bewust. Geef ons even tijd. Het traject wordt morgen gestart, opgestart. We zullen dat ook brengen aan u. Het traject, hoe dat gaat lopen. De experts zullen aan het woord komen. Het ministerie van Volksgezondheid gaat zoveel mogelijk doen aan communicatie. Dat komt allemaal. Wees u niet verrast als u plotseling een gezondheidswerker voor uw deur ziet staan die de nodige informatie aan u wilt geven. Werkt u mee. Werkt u mee om die informatie tot u te nemen. Behandel elk mens gelijkwaardig. Behandelt u die Sranamang die u komt overtuigen om het te nemen op een waardige wijze. Laten we elkaar helpen. Laten we elkaar in deze periode ondersteunen. We zien aan het eind van de tunnel een lichtpunt. Maar we kunnen nog sneller daar komen als we samen ernaartoe lopen. Dus, morgen gaat het van start. Het wordt live uitgezonden. U zult het kunnen volgen. Ook COVID-journaal zal hun bijdrage leveren om zoveel mogelijk aan detail aan u te tonen. En we staan achter ons beleid. Aan de frontliners. Volgend advies. U bent geselecteerd vanwege de overheid, vanwege de medische experts, om als eerste groep Surinamers dit vaccin tot u te nemen. U bent medisch opgeleid. Ik ga ervan uit dat u beseft hoe belangrijk het is dat u beschermd bent. Ik vraag u alle medewerking te verlenen. Ik vraag u zich nationaal op te stellen tegenover het vaccin. Indien er bezwaren bestaan uwerzijds, bespreek het met uw leidinggevende binnen uw ziekeninstelling. Bespreek het met de vaccinatiecommissie. We zijn bereikbaar. Het ministerie stelt zich open voor alle mogelijke bezorgdheden om die voor u te beantwoorden. En indien er echt contra-indicaties bestaan, zult u ook afgeraden worden om het vaccin te nemen. Nogmaals, wij zullen alles eraan doen dat het traject vlot verloopt. We hopen dat wij gewoon ongestoord verder kunnen gaan met ons traject. Dat zal helemaal afhangen van onze bevoorrading van vaccins. Maar u mag weten dat de regering zich volledig inspant om zoveel mogelijk vaccins het land binnen te halen. En nogmaals, slechts vaccins die zijn goedgekeurd door de WHO. Ik feliciteer de samenleving hierbij voor morgen, dinsdag 23 februari, met de kick-off van onze vaccincampagne tegen COVID-19. Laten wij allen het traject goed inzetten, goed starten en met een positieve kijk
het traject benaderen. Stay safe en laten we heel snel teruggaan naar het normale leven in Suriname. Dat was het weer voor deze speciale editie van het COVID-19-journaal. U heeft zo kunnen zien hoe het er morgen aan toe zal gaan bij het vaccineren. Wij wensen aan ieder die morgen gevaccineerd zal worden heel veel succes toe. Tot morgen!